Halverwege de eerste helft. Eerste corner voor Agent. Met Varizogica. En eerste redding. Eerste bal tussen de palen. Redding van Brucese. De corner. En dan Ngadeu met de kopbal. En een goede redding van Brucese. Halverwege de eerste helft. De eerste bal tussen de palen. Dane, diepe bal richting Mboyo. Geen te beste controle. Wel in balbezit gebleven. Daar is Dane. Die gaat rondjes draaien. Dane is de voorzet. Hornby. En via Ngadeu opnieuw in corner. Het antwoord van KV Kortrijk. Dylan Bron mag altijd opschuiven, maar dan is het even op wat ideeën betreft. Nu over de rechterkant met Varizogica. In het slot van de eerste helft toch nog een goede voorzet. Brucese lost. En uiteindelijk Azare naast. Nu dat zal ongeveer wel het laatste wapenfeit zijn van die eerste helft. De Saar. Oei, foutje daar bij Heinz Eijk. Jaremchuk. Jaremchuk, goed naar David. De punt van de schoen. Opwinding in de Gelamco Arena in de 56e minuut. En geen problemen voor KV Kortrijk. Varizogica, twee armen in de lucht, even voor het uur met de corner voor Agent. Inswinger en goal. Ja, en Ngadeu. Die vliegt daar door het luchtruim. Ongehinderd kan hij de 1-0 binnenrammen. 58e minuut en Agent gaat dan toch aan de leiding. Bijzonder zwakke eerste helft en ook de tempoversnellingen in de tweede helft kwamen er niet echt. Maar van op een standaard situatie zorgt Ngadeu voor de voorsprong. Kums. Filita, ja, wint dat duel. Achteruit gezet. Lustig. Kums zet zich door en dan komt die bal voorbij of voor de voet van David. Maar goede redding van Brucese. Owusu lost dat weer elegant op. Mazare. Ja, kansen komen er nog en ik vermoed ook wel een doelpunt. Agent maakt er gemiddeld 4,5 in eigen stadion. Daar is Azare. Nee, dat is te zwak om Brucese te verslaan. Maar ze zijn de bal zo snel kwijt bij KV Kortrijk dat Agent blijft drukken. En wie gaat die goal maken? Ojija? Nee, tegen Brucese Skin. En dan gaat hij toch over de doellijn. En het spel alweer van Filitaya. Nee, zegt Georgier. Gaan we nog eens kijken, want flipperkast voetbal daar in de 16 van Kortrijk. Nou, Filitaya staat tussen de laatste man en de keeper. Hè. Dit is een kans van een tijd geleden voor Agent. Het was het schotje van Azare. Ingeleid door Kums. Dit was beter, maar twee keer Brucese. Julien de Saar met de vrije trap in de 85e minuut. De Saar over de muur en Kaminski moet toch even lossen. Een bal tussen de palen zowaar van KV Kortrijk. Van op een standaard situatie. Kajé. Kijk, waar gaat hij naartoe? Laat het aan Ojija. Daar is Filitaya. Kubo wijst. Ojija. Allemaal weer in de 16 en dan de goal. David, opportunistisch binnengetrapt. 2-0. Jonathan David, alweer. Zesde goal voor Agent. Ja, stond er helemaal alleen. Opportunistisch, onmiddellijk geprobeerd. En de Canadees die zijn contract heeft verlengd. Die doet zijn waarde nog even stijgen. De 2-0. Einde van de wedstrijd, 10e thuiszege op rij voor Agent.
En zo evenaren ze het record dat Yves van der Hagen heeft gesteld in 2017-2018. En Yves van der Hagen moet hier afdruipen met een nieuwe nederlaag. Dat is 1-15 voor KV Kortrijk.